Goedenavond. Na de oorlog likte Nederland zijn wonden en het Nederlands verzet ook. Leden waren gewond geraakt, omgekomen, soms met achterlating van een jong gezin. En wie bekommerde zich nu om hen? Kijk naar de zorg voor het verzet die toen op gang kwam. Met hartstochtelijke steun van onze majesteit. Met waardering gedenk ik de arbeid der stichting 1940-45. Schijnt het soms niet of velen de ogen sluiten voor het leed van de oorlogsweduwe en haar jonge kinderen, die dag in dag uit herinnerd wordt aan het gemis van man en vader. Laten wij ons onze ereschuld bewust blijven. Het komt er thans op aan dat datgene waarvoor gij in het verzet pal hebt gestaan, in en door het gehele Nederlandse volk wordt verwezen. Het verzet als toonbeeld voor het nieuwe Nederland. Dat was de geest die over ons allen vaardig moest worden. We hadden een ereschuld aan het verzet. Een woord dat Wilhelmina sterk benadrukt. En die schuld viel dus mede in te lossen met een bijdrage aan Stichting 1940-45. Een naam die u vast kent, want die stichting leeft nog steeds na 70 jaar. Of 71 als je goed telt, want het ontstaan lag in 1944 nog tijdens de bezetting. In het diepste geheim kwamen verzetsgroepen van links tot rechts toen al bijeen voor wat de stichting 40-44 zou gaan heten. Beetje optimistisch over het einde van de oorlog. Ze organiseerden de zorg voor hun leden vast zelf. De onderlinge belofte heette dat. En dat is naderhand dus een belofte van ons allen geworden. Voorgegaan door onze koningin, die het niet bij woorden liet en tot lichte verbijstering van haar eigen regering zelfs bij haar thuis de deuren openzette voor getroffenen uit het verzet. Hare Majesteit de Koningin heeft een gedeelte van het paleis Het Loo ter beschikking gesteld van de Stichting Herstellingsorden voor Oud-Illegale Werkers. In dit geriefelijk ingerichte herstellingsoord, dat plaats biedt aan 120 patiënten, zal men ongetwijfeld de nodige rust en genezing vinden. Ja, daar hebben we wat. Dat is koningin Wilhelmina die 's morgens een wandelingetje ging maken. En dan zaten wij op het binnenplaatsje koffie te drinken. Heel erg gezellig. Iedereen bleef maar zitten. Die stonden nog niet op voor de koningin. Dat zie ik ook nogal nu wel. Ze schilderden veel. En dan vroeg ze ook mensen om erbij te komen zitten. Of ze picknickten ergens even. Kopje thee daar drinken in het park. Maar we kwamen er veel tegen. Helaas had ze geen bel op de fiets. Dus dat was wel eens een beetje raar, want er liep een hele rij naast elkaar. En dan zat zij, daar kwam ze aan op de fiets. Opzij, opzij, opzij. De linkervleugel, die werd hoofdzakelijk toen bewoond door mensen uit de Indische kampen. Koningin Wilhelmina woonde in de midden. En de mensen uit de concentratiekampen zaten aan de rechterkant. Wilhelmina heeft al meteen vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld voor de stichting. Ik denk ook dat ze de mensen die in het verzet zaten, dat ze die op een bepaalde manier zag als de, ja, bijna de crème de la crème van de Nederlandse bevolking. De vorstin gedenkt de voor het vaderland gevallen helden. Ik denk dat dat ook voor haar een belangrijke reden is geweest om daar dan steun aan te geven. Dat ze denkt van ja, net als voor gewone soldaten, hè, die als ze gewond raken of invalide raken een speciaal pensioen krijgen, moeten ook deze hele bijzondere soldaten niet onverzorgd achterblijven. En dat is natuurlijk ook precies waarom de stichting is opgericht. Ik weet wel, de eerste nacht dat ik hier sliep, dat ik bij iemand zo lang op een kamer sliep. En die ging me hele enge dingen vertellen. En ze moesten die slaapkuren doen en dan werden ze weer wakker. En dan had je nachtdienst. En dan moest je erachteraan. Ik denk, god, waar ben ik terechtgekomen? Kijk, hier ben ik wel weer. Bij een patiënt. En hier. Dan heb ik ze allemaal op de po zitten. Nou, die meneer zie ik hier nu. En die had een hele nare toestand meegemaakt. Ze dachten dat hij niet meer terugkwam.
En zijn vrouw die is getrouwd met zijn beste vriend. Die heeft zich ontfermd over dat gezin. Die man was dood, maar hij komt terug. En dan krijg je zo iemand en dan ben je zelf nog maar 20. En dan moet je dat... Ja, wisten we veel, hoe pak je dat aan? En die man is hier werkelijk waar wel een jaar geweest, als het niet meer is. We hebben een baan voor hem gezocht, een huis voor hem gezocht. Want zijn vrouw was inmiddels getrouwd. Ja, een hele typische toestand. Maar de man had genoeg van het leven. En hebben we toch een jaar geprobeerd om het er bovenop te krijgen. Hij was teruggekomen. Hij wou dat gezin, wat zijn vrouw opnieuw had gevormd, niet kapot maken weer. Kijk, dat zijn ingrijpende dingen. Wat doe je met zo iemand? En dan ben je zelf nog maar erg jong. En we hadden een arts, een zenuwarts die hier werkte. En die heeft wel gezegd, ja, wij rotzooien ook een beetje aan. We kunnen ons niet indenken wat die mensen hebben meegemaakt. Ik zag u op de Dam zitten, 4 mei. En iedereen zag me zitten, behalve ik. Een overval gekomen van de Duitse politie en met de Nederlandse politie erbij. En ze zijn afgevoerd en ik ben er dus bij geweest dat mijn oom in elkaar geslagen werd. Thuis, dat maakt op iemand van 15, 16 jaar een machteloze en een verschrikkelijke indruk natuurlijk. En mijn vader werd ook meegenomen. Ze komen gewapend binnen en 4 grote kerels. En ja... Je ziet ze de trap afgaan en nooit meer terugkomen. Herman van Rijn, 51 jaar, dominee. Klaas van Veen, 25 jaar, landbouwer. Jaap Bakker, 40 jaar, schrijver. Ik was toen 7 toen mijn vader opgehaald werd door de politie uit Hilversum. En vanaf die tijd heb ik hem nooit meer gezien. Na de oorlog wachten we eigenlijk op zijn terugkomst. Maar mijn moeder heeft zeg maar 2-3 jaar gewacht. Echt gewacht. En inmiddels werd er gezocht en er werd bij het Rode Kruis geïnformeerd. En precies wanneer weet ik niet, maar toen kreeg ze bericht dat het toch mis was gegaan in Boegewald. Na de arrestatie bleven wij dus achter. En toen ben ik in contact gekomen met de illegale CPN in de Kinkerbuurt. En werd ik belast met het verspreiden van de illegale blad De Waarheid onder het trampersoneel aan de remise. Het begon als een solidariteit, een onderlinge belofte van mensen die in het verzet waren. Die tegen elkaar zeiden van, wees niet bang als er iets met jou gebeurt, of als er iets met je man gebeurt, of met je zoon gebeurt, of met je... Dan zijn wij er altijd om voor je te zorgen. Er is altijd een vangnet. Dat is waar het uit voortkwam. Een gemeenschap van mensen in verzet die elkaar beloofden te gaan helpen. Velen werden geestelijk en lichamelijk getroffen en moesten in de herstellingsoorden lange tijd genezing zoeken. Zij kwamen op voor de gemeenschap, voor de vrijheid van ons allen. Zij streden ook voor u. Geeft vrijwillig allen om den grote nood te lenigen. Je ziet dat er allerlei initiatieven ontplooid worden. Dat er bijvoorbeeld collectes gehouden worden. Maar ook dat er, en dat was op de verjaardag van koning Wilhelmina op 31 augustus in 1945... dat er een hele grote manifestatie gehouden werd in Amsterdam, in het Olympisch Stadion. Een soort allegorische verbeelding van die 5 jaar bezettingstijd. En met zo'n grote manifestatie haalden ze ook geld binnen. Er werden toegangskaartjes verkocht, er werd gecollecteerd, er werd van alles omheen gedaan om zomaar geld binnen te halen om de werkzaamheden van de stichting mee te kunnen betalen. Dit spel, dat ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten wordt opgevoerd, geeft eerst een beeld van de Duitse inval in ons land. Ik denk dat het voor mensen toen, het is natuurlijk heel kort na de bevrijding, hè, augustus 45. Dan zijn mensen nog maar net gewend aan het idee, bij wijze van spreken, dat er weer iets van een geregeld leven ontstaat. En
Je moet je voorstellen, ook in het Olympisch Stadion, het is natuurlijk een groot stadion, er komen ontzettend veel mensen in. En ook de manifestatie die daar opgevoerd werd, was ook met heel veel mensen. En eigenlijk een soort verbeelding, zoals ze dat toen voor zich zagen, een verbeelding van Nederland in 5 jaar, ja, onderdrukking. Ja, dat zijn allemaal de woorden van toen, hè? Onderdrukking, verzet. En dat werd verbeeld op een manier die voor ons misschien een beetje raar overkomt als we nu naar die beelden kijken. Denken, wat zijn die mensen daar aan het doen? Ze lopen daar maar over dat grasveld. In die tijd waren dat toch manieren om met elkaar vorm te geven aan wat nou die gemeenschappelijke ervaring was geweest. Van wat nou er was gebeurd in Nederland en met Nederland. De geallieerde legers komen ons bevrijden. In de zomer van 1945 is er ongeveer 16 miljoen gulden opgehaald. Nou, dat is natuurlijk een enorm bedrag. Als je kijkt naar wat toen gewoon was voor iemand wat hij verdiende in de maand of in de week, is dat een waanzinnig bedrag. De mannen en vrouwen van het verzet hebben geleerd en hadden het al van nature dat ze wisten een goed doel te bereiken wanneer ze zich dat hadden voorgenomen. Ze zullen u dus vragen om deze actie te steunen en u zult op uw hoede moeten zijn. Want het zal niet mogen voorkomen dat u later uzelf zult moeten verwijten: was ik maar royaler geweest. Het Giro-nummer is eenvoudig genoeg. 1940-45. En de stichting 40-45 had in die periode al meteen een naam. Maar zelf was ik er nog niet bij betrokken op dat moment. Ja, je was nog jong, heel vitaal. En de problemen kwamen pas later. Ik had een MULO-diploma, een steno-diploma en een typ-diploma. En ik was 17 jaar. En toen zag ik die advertentie staan bij de Stichting 4045. Vroegen ze een medewerkster op een kantoor, het districtskantoor in Eindhoven. Toen werd mijn vader dus nog even gevraagd of die dan kwam. Want het gezin moest natuurlijk zeer betrouwbaar zijn. En dat klopte dus ook allemaal. Dus werd ik aangenomen bij de Stichting 4045. Een districtskantoor was eigenlijk een soort open deur. Zij konden met al hun problemen bij de stichting terecht. Dat was een soort eerste hulp in nood, als het ware. En dat is typisch voor de jaren 40, ook nog voor de jaren 50, wanneer die gezinnen natuurlijk zich ontwikkelen, wanneer die kinderen moeten opgroeien. Om net even wat extra te bieden, zodat die gezinnen door konden. Als er problemen waren met de kinderen, nou, dan kon er altijd een beroep op de stichting gedaan worden. En die problemen werden opgelost. Je deed het voor de nabestaanden van het verzet, de weduwen, de invaliden, de ouders die kinderen verloren hadden. Daar moest je voor werken. En daarom had de stichting 4045 ook een speciaal fonds in het leven geroepen om studieuitkeringen aan de kinderen te geven. De stichting heeft ook duizenden pupillen, dat wil zeggen kinderen van verzetslachtoffers, begeleid naar hun volwassenheid. Het pupil zijn betekent dus een begeleiding door de stichting. Niet alleen financieel, maar ook sociaal, met regelmatige contacten, geheel vrijwillig. En ik moet zeggen dat mede... gezien het goede contact dat ik had met de toenmalige directeur van de stichting afdeling Utrecht, de heer Das. Die heeft voor mij veel betekend. Dat is een goede oom geweest, moet ik zeggen. Hij kan natuurlijk nooit een vader zijn, maar een goede oom. En dan kwam ik daar op bezoek en dan vroeg hij, Frits, hoe gaat het? Ik zei, nou, ik heb dit tentamen gehaald en daar ben ik voor geslaagd. En... met belangstelling, echte eerlijke belangstelling. Ja, het gekke is, je vindt het niet vanzelfsprekend, maar eigenlijk ook niet verwonderlijk dat ik daar een studiebeurs kreeg. Als u die beurs niet zou hebben gehad, wat zou er dan met u gebeurd zijn? Ik denk niet dat ik dokter was geworden. Ik denk het niet. Ik denk niet dat mijn moeder, laten we zeggen, de wegen zou weten te vinden om zoveel geld bij elkaar te harken dat ik zou kunnen studeren. Een van de punten die de stichting gedaan heeft, dat zijn de dames vakantieweken. De vakantieweek waar ik naartoe ging,
pakte ik alle dossiers, want wij hadden van de mensen dossiers. Dan ging ik kijken hoe de gezinssamenstelling was. Wat voor verzet die man gepleegd had, dat wist ik dan. Ik wist wat de kinderen gingen doen. Dan was ik al die verslagen. Dus ik ging met 30 dingen ging ik naar een vakantieweek. Dus ik wist precies, als ik mevrouw Veerman tegenkwam, dan vroeg ik van, en hoe is het nou met uw hond? Heeft hij het nou overleefd? Maar niet. En dan zei ik, maar dat je dat nog weet. Dat vonden de mensen natuurlijk heerlijk. De weduwes, die zagen hoe de vrouwen van de invaliden toch vaak het heel moeilijk hadden met een invalide man. En de vrouwen van de invaliden zagen de eenzaamheid en de kracht toch ook weer van de vrouwen die hun man verloren hadden in het verzet. Vooral de weduwes die zo jong waren en die alleen voor de opvoeding van de kinderen kwamen te staan, hoe die dat hebben geklaard. Dat was werkelijk fantastisch. Daarom waren die damesvakantieweken eigenlijk ook heel belangrijk. Eén weekje konden ze weer in de botsautootjes zitten en jong zijn en eens lachen om flauwekul. Want die andere 51 weken moesten ze gewoon vader en moeder zijn voor het gezin. We gingen naar de Waarbeek in Hengelo, hè. Nou, en ik zei wel vertellen, daar hingen die vrouwen, die hingen van 40 jaar aan de katrol en vergaten hun benen op te trekken en was het zo wel kletsnat. Gingen ze er aan die katrollen. Echte jonge, dolle jonge meiden. Echt waar. Dat was zoiets grandioos. Al vrij snel na de bevrijding maakt optimisme plaats voor angst. Angst voor een nieuwe wereldoorlog. De Koude Oorlog zorgt voor tweespalt binnen Stichting 4045. Het communistische verzet komt in een ander daglicht te staan. De positie van de communisten binnen de stichting is na de bevrijding heel snel heel ingewikkeld geworden. Dat had natuurlijk te maken met de Koude Oorlog die ontstaan was. En in die context zijn veel mensen gaan zeggen, ook binnen de stichting en zeker ook in de politiek, gaan zeggen van communistisch verzet, dat is geen echt verzet. Dat is geen verzet voor een vrij en democratisch Nederland geweest. Maar voor een Stalinistisch Nederland, voor een Sovjet-Nederland. Dat heeft er mede toe geleid dat op een gegeven moment in het bestuur van de stichting, begin jaren 50, dat daar geen communisten meer in zaten. Dat is een dramatische ontwikkeling geweest. Deze opzet om we moeten nagaan, de oorlog kwam, er stonden eigenlijk twee grote stromingen in het verzet. Er waren de gereformeerden, de christelijke en de communisten. Dat is algemeen bekend. En die ineens eruit slaat, dat is dus een ongelofelijke rare. Maar uiteindelijk heeft de stichting daar een hele goede rol in gespeeld. Helemaal gecorrigeerd. Maar nog lang moeten vechten tegen stichtingen in Groningen en in Friesland. Die apart de zaken regelden. We gaan een tochtje maken door de Achterhoek. We komen als eerste langs de Woeste Hoeve. Totaal zijn er toen als wraak 263 mensen gefusilleerd. Zometeen komen we langs het ereveld van Loenen, waar ongeveer 20 mensen die er bij de Woeste Hoeve doodgeschoten zijn begraven liggen. Meneer Das vroeg mij of ik scheepsarts wilde worden bij een groep verzetsmensen die één keer per jaar met zo'n binnenvaartschip rondgingen. Nooit naar Duitsland, nooit van zijn leven zagen. Altijd IJssel, Dordrecht, Nieuwe Maas, Zeeland, die wateren. Dan waren ze zo onrustig en dan droomden ze zo heftig. En dan waren ze zo verward soms. En vandaar dat ik geroepen of ik daar even enige hulp kon verlenen. En dan kwamen we ergens. Er was een gracht met zo'n hardstenen, grijze, prachtig huis. Ik moest hier gaan staan. Zij gingen die trap op met z'n drie of twee, dat weet ik niet meer. Maar goed, ze belde aan. En ik dacht dat de man die opendeed een hartverstuiking kreeg. Die schrok zich helemaal te barsten. Die smeet de deur dicht. Toen kwamen ze vrolijk glimlachend naar beneden, die trap af. Ik zeg, wat is dit dan toch? Zei ze, dat is een oude kampbewaarder uit Amersfoort. Die brengen we toch elk jaar nog even een bezoek. Ultieme wraak, denk ik.
die regelingen die er dus zijn voor pensioenen en uitkeringen, die ondergaan een aantal fasen. De eerste fase is het onderzoek naar de feiten. Want iedereen kan wel zeggen dat hij dit of dat gedaan heeft. En dat onderzoek gaat heel ver. En dat is misschien een beetje vreemd, maar ik vind ook wel dat het zo hoort. Het hoort ook wel grondig onderzocht te worden dat van op zichzelf goede regeling geen misbruik gemaakt wordt. Maar dan kwam het grootste probleem, vooral bij invaliden natuurlijk, of zijn ziekte ook een causaal verband had met het verzet. Ik heb ook voor die tijd wel eens ontzettende maagpijn gehad. Een maagkramp, hè. En er was een dokter die dat niet zo geloofde. En die zei, als je nu niet naar je werk gaat, dan gaan we je opensnijden. De emoties rond het oorlogsverleden laaiden eigenlijk om de paar jaar op en steeds op andere manieren. In het begin van de jaren 70, bijvoorbeeld rond de discussie over de vrijlating van de drie van Breda, de Duitse oorlogsmisdadigers die toen nog steeds gevangen zaten in Nederland, er waren er nog maar drie over. Toen kwam de discussie over wat doen we nou met deze drie? Voor velen is 40-45 een onvoltooid verleden tijd. Ik zit Nederlands recht. Houd uw handen eraf. Ik ga er vrijwillig uit. Zeg ik u toch? En als ze nu vrijkomen, dan zijn jullie weer schuldig. Het gedoe over de drie van Breda, het vrijlaten, niet vrijlaten, heeft bij sommige verzetsmensen duidelijk een, het klinkt Duits, ausleuzende factor geweest. Hè? Dat echt wel. Een factor die het zaakje aan het denken heeft gebracht. 1970, 75 begonnen de problemen te komen. En het gekke is dat die problemen zich concentreren op maar een paar dingen. Dat is heel raar. Het lijkt of alles wegvalt. Alleen een paar beelden blijven hangen. En dat werden nachtmerries. Dan lig je 's avonds in bed en het is volslagen duisternis. En de auto's die voorbij kwamen, die hadden alleen koplampen aan met licht gericht op de grond. In verband met de luchtgevaar van Engelse vliegers. Dat licht weerkaatste zich naar boven. En dat zag ik op de rand van mijn plafond heen en weer gaan. Zo'n auto gaat dus zo en dan zie je dat licht zo gaan. Zolang dat licht zo gaat, is er niets aan de hand. En het waren bijna allemaal Duitse auto's die voorbij kwamen. Maar het was een hoek. Dus regelmatig gebeurde dat het licht aankwam, dat de auto even stophield. En dan lag het zweet in bed. Want dat kon wel de Duitse auto zijn die kwam. En dat was avond aan avond. Tegelijkertijd zie je dat er in die jaren andere groepen mensen aanspraak gaan doen op oorlogspensioenen. Omdat bijvoorbeeld ze jarenlang dachten dat, ja, dat ze er bovenop waren. Dat ze dachten van ja, ik heb toch mijn leven weer opgebouwd. Ik heb weer werk. Ik functioneer op allerlei verschillende manieren. En in heel veel gevallen bleek dat in de loop van de jaren 60 toch niet het geval te zijn. Er werd toen wel gesproken over de late gevolgen van de oorlog. Die medische professie heeft ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ook zoekend en tastend natuurlijk. En dan ontstaan er dus nieuwe categorieën, nieuwe woorden. PTSS is zo'n woord. Ik had nog nooit van posttraumatisch stresssyndroom gehoord. Dus dat was een geweldige stap voorwaarts. Ik ben lastig geworden voor mijn omgeving. Ik krijg driftaanvallen. Ik zie overal gevaar in. Heel veel denk ik aan. Want af en toe heb ik het gevoel of een rentje achter me loopt nog, van de SS. Ik droom nog iedere nacht dat ik gevangene ben. We zien ook dat er op een andere manier gekeken gaat worden naar de Joodse slachtoffers. En die moesten zich bij hetzelfde loket melden, bij wijze van spreken. En soms ook letterlijk. Bij hetzelfde loket melden als mensen die bijstand kwamen aanvragen. Klopt dat wel? Vooral in de jaren 70 zijn er heel veel nieuwe wetten gekomen om te zorgen dat er op een veel bredere schaal
hulp gegeven kon worden, financiële ondersteuning gegeven kon worden aan mensen die als gevolg van de oorlog, als gevolg van vervolging, invalide waren geworden of psychische klachten hadden gekregen, waardoor ze niet konden functioneren op een manier zoals ze zouden willen, zoals het nodig zou zijn. Nou, het betekent in de eerste plaats het terugkeren weer tot een normaal menselijk bestaan, hè? Ik had dus helemaal niets. Ik zat in de bijstand. Ik kwam ook moeilijk meer aan werk. En was dus behoorlijk ziek. En zo'n geldelijke steun, die maakt je dat je geen zorg hebt over het directe bestaan. Toen ik bij de stichting kwam werken, werd mij verteld van het is een baantje voor een paar jaartjes. Nou, dat was in 55 en nu zijn we 70 jaar verder. We zijn in 42 getrouwd. En toen heeft mijn man in 44 gepakt. Nou, dat was even schrikken, maar het was te verwachten. Nou, toen is hij naar Amersfoort gevoerd, naar het kamp. En toen is hij dan met de bevrijding van Amersfoort is hij thuisgekomen. Een hele andere man. Geestelijk en lichamelijk. En dat is hij nooit meer goed gekomen. Ondanks alle moeite die er gedaan is. Ja, het heeft mijn leven wel een stempel gegeven. En de anderen denk ik ook. Dat denk ik wel. En gelukkig heb ik met heel veel contact gehouden. En konden we er ook open over praten. En janken. Zo is het. Zo is het. 70 jaar zorg. En heel lang eigenlijk dus steeds meer zorg. Van verzetsmensen naar andere getroffenen. Van de eerste naar de tweede generatie. Van uitkeringen en pensioenen naar medische voorzieningen en psychologische aandacht. Uitdijende kringen doordat de late gevolgen van de oorlog al maar verder bleken te strekken. Dat uitdijen is nu wel echt voorbij. De laatste 20 jaar krimpt Stichting 4045. Maar bestaan doet ze nog steeds. En de verwachting is dat ze tot 2030 zal blijven bestaan. Want tot die tijd zullen er buitengewoon pensioengerechtigden blijven, 90 jaar na het begin van de oorlog. Dit was Andere Tijden, terug naar de onze. Dan ziet u ons volgende week terug met Circus Elleboog. Eind jaren 40 opgericht om kinderen uit achtergestelde gezinnen van de straat te houden. Niet van je kan niks. Nee, je kan alles. Alles wat je wil. Ik kwam daar in de wereld van mijn dromen terecht.